President Desi Bouterse is vandaag begonnen met het houden van hearings over de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de Gramang der Saramakaners. En daar hebben we de volgende beelden van zoals die vandaag geschoten zijn. Vandaag zijn op het paleis, presidentieel paleis, de verschillende vertegenwoordigers van de Saramakaanse gemeenschap ontvangen. Behalve het staatshoofd waren ook minister Edgar Dikan van de regionale ontwikkeling en enkele raadsadviseurs aanwezig. Morgen ontvangt de president de hoofdkapiteins van de Saramakaanse gemeenschap met hun basha. De Gramang van de overige gebieden staan voor maandag op het programma. Het staatshoofd zal na al deze gesprekken de samenleving nog informeren, laat het NII weten. De hearings zijn de zoveelste poging om een oplossing te vinden voor de kwestie rond de opvolging van de Gramang der Saramakaners. De regering stelt zich op het standpunt dat de Saramakaners eerst overeenstemming moeten bereiken over een nieuwe Gramang ter opvolging van Belfon Aboikoni die in juni 2014 overleed. Er is tussen drie groepen oneenigheid ontstaan. Een van de groepen heeft Albert Aboikoni naar voren geschoven als Gramang, maar de anderen die erkennen hem niet. De groep Aboikoni heeft tot twee keer toe een brief naar president Bouterse gestuurd om hem als Gramang te ontvangen om te worden beëdigd. De brieven zijn helaas niet beantwoord. Het groot opperhoofd wordt voor het leven gekozen. Volgens de traditie wordt neef van de overleden Gramang tot nieuwe leider benoemd. Alleen de zonen van zijn zusters, van de zusters van de overleden Gramang, kunnen tot groot opperhoofd gekroond worden. Albert Aboikoni is een broertje van Belfon Aboikoni, de overleden Gramang. Het is niet gebruikelijk dat een jonge broer de troon bestijgt. Het gramanschap van Aboikoni wordt fel bestreden door de groepen Amina en de Machau-familie. Zij hebben elk hun eigen gramans voorgedragen. En zo sprak het staatshoofd in aanwezigheid van zijn adviseurs, districtscommissaris Wonnie Pinas, maar ook nog de minister van regionale ontwikkeling.